Ja, dan moet naar een hulp opgezagen worden. Vier glazen, Nico. Ik zeg, als ik kan zitten schuren. Klapjes erbij en alles op twee lagen. Zit er wel op, hè? Je kunt het gewoon hier opleggen, hè? Dan mag het wel vuil worden. En denk ook aan de zijkantjes. Een Engels kapje. Soms zullen ze niet heel goed dekken, maar. Ik heb mijn dak wel mijn blok was geschilderd en er zit ook nog steeds op. Dus kun je niet in de zon leggen. Ik ben goed niet aanwezig, zie je de boel, hè? Dan kunnen we boelen in hoe. Hier komt de 6 goed toch? Wel ja, die 6 komt heel goed. Mag jij met mij gaan zitten? Ja, mag met mij gaan zitten. Zo de boelen. Dat was mijn hoogste punt van het rapport. Ja, bij mij ook. Maar dan andersom. Oh ja? Hield de kat die andersom. Maar het was een 6. Nou, en verder. Hey, wat is je hoogste punt? Kijk, daar worden de bier voor laten staan. Nou, degene die dan de zaak, die kunnen we zien wij zijn beren op de weg. Nou, die gaan wij, deze komt ook op de weg. Nee, het is zo, wij zijn met een organisatorische aanpassingen aan het doen voor ons bedrijf. En dat gaat soms niet zo heel erg makkelijk. Daarom is die weg aan de ene kant gekarteld. Maar we zien wel dat die weg naar de zon toe gaat. En dat het steeds makkelijker wordt. Dit zijn de medewerkers. En de medewerkers die gaan allemaal uiteindelijk hier naartoe. En we werken ontzettend goed samen. Dus uiteindelijk komen we gewoon bij de zon terecht. De symboliek helemaal zitten vertellen. Minstens anderhalf liter water. Van Brabant water, hè? Ja. Niet uit de winkel, hè? Nee. Niet uit de winkel. Puur uit de grond. Echt goed water, hè? Van Brabant water. Ja, maar er staat er bovenop bij. Ja, maar we gaan er binnen van 40. Precies. Maar gemaakt is. We hebben een prachtige dag achter de rug. Heel zonnig, heel warm. En we zijn met z'n allen heel creatief geweest. Dus we gaan nu de groepen hun kunstwerk laten presenteren. En we beginnen met groep 1. En ik wil graag de woordvoerder van groep 1. Ik presenteer het kunstwerk van groep 1. We hebben een kunstwerk proberen te, of we hebben de opdracht gekregen om een kunstwerk te maken om het traject van distributie van nu naar 2016 te verbeelden. En wij hebben het op deze manier proberen te doen. We hebben een weg gemaakt met aan de ene zijde een hoekige kant vanwege de obstakels en de mogelijke valkuilen die we zien. En aan de andere kant een vloeiende lijn van het water. Waar we toch met z'n allen mee werken. Aan de hoekige kant hebben we een bliksemschicht gemaakt. Om het spanningsveld samenlicht te verbeelden. Aan de andere kant hebben we de vloeiende lijn van het water door twee golven proberen uit te beelden. Onderin hebben we ingewikkelde figuurtjes gemaakt die de medewerkers uitbeelden die op weg zijn naar. We hebben lijnen gemaakt op het einde van de weg zien we de zon. En er zitten twee handjes onder die de zon dragen. Die ook het einddoel dragen van wat we voor ogen hebben met distributie. En vanuit de zon komen er stralen neer naar de medewerkers
om de verbinding te maken van de medewerker naar het einddoel. Zeg maar met minder middelen meer doen, toch proberen om verschillende taken op te pakken. De brug, voor zover die zichtbaar is in de hoogte, is een brug. Dus dat de brug tussen de verschillende secties om te proberen met z'n allen samen te werken en ja, ook eens te kijken wat daar loopt en hoe het daar werkt. Als samen in beeld onder in ieder geval het water, van Brabant Water, qua piketpaal. 2016 hebben we toch het Pac-Man tekening. Hoe ver zijn we? Inmiddels hebben we een stukje gedaan richting die weg. En de rest moet nog wel gaan lopen. Dus we hebben een doel om naartoe te werken. Wat was het doel? Met de bliksemschicht. Nee, dat zijn geen bliksemschichten. Dat zijn eigenlijk golven. Hoge golven, maar die zijn waarbij je gewoon rechte lijnen vaak maakt. Geen golven in de beweging. En die stellen eigenlijk voor de moeilijke tijden die er af en toe zijn. Ja, regelmatig. Afwisselende moeilijke tijden met de rustig paal laten en tussenaf nieuwe dingetjes. Ja, het is niet wel mooi, dat zou ik zeggen. Ik dacht, het is dan eventjes een tweede ding. Maar, dit is ons ontwerp. Nou, we hadden best wel een hele discussie morgens en er kwamen op verschillende dingen de aandacht. Het belangrijke is samenwerken. Dus vandaar dat we de handen met elkaar doen, een teamgeest. Dat doorloopt alles. Ja, we zijn er vanaf de bron tot de kraan, dus daar gaat alles in door. We hebben bovenin een V staan, die is voor keurmerk, voor vakmanschap, voor verwachting. Eigenlijk stelt van alles voor. De zon is Kobi, onze leidinggevende, want zonder de zon kunnen we het niet. De veer, een pluim krijgen, is belangrijk in het proces. De duim omhoog, positiviteit. En er zijn ook heel veel vragen, opmerkingen toch wel. Maar wat er vooral uitkwam was toch, je moet het met elkaar doen en je moet ervoor gaan en anders dan lukt het niet. We zijn met z'n allen in de trein gestapt naar de toekomst om de kosten te besparen en om de zon voor iedereen te laten schijnen. Met de drie afdelingen van onze regio, rood staat voor de exploitatie, gekenmerkt door de graafmachine, geel is het afdeling kwaliteit, waar de wolken voor de zon moeten wijken. Paars, waar ze alle hulpstukken aan elkaar verbinden. En we komen allemaal bij het knooppunt samen, waar we met vereende krachten het prachtige landschap tegemoet gaan waar de zon ons toelacht. Groep 5. Wie gaat groep 5 presenteren? Het is begonnen met in februari linksonder een raket is er gelanceerd. Wel met voorbedachte raden, denk ik, maar toen is het kenbaar gemaakt. En die raket staat ook voor het feit dat voor sommige mensen het toch vrij snel gaat. We hebben een weg eigenlijk de berg op willen projecteren, want we mochten de berg niet schilderen. Verder zijn er nog de nodige vragen hoe dingen ingevuld gaan worden. De handen geven de samenwerking aan die heel hard nodig is om het doel te bereiken. En de telefoon, voor sommigen ook de flessen openen, die geeft aan dat er eigenlijk toch meer communicatie zou moeten zijn. Omdat een aantal mensen weten wel wat het doel is waar we naartoe moeten, maar niet hoe.
En de glazen onderweg geven eigenlijk aan de stappen, zeg maar 2013, glas leeg, halverwege en zo naar boven toe vol glas. En uiteindelijk 2016, glas de water uit de kraan komt. Van goede druk en voldoende kwaliteit. Heel erg mooi, hè? Want zoals iedereen is. Wie gaat groep 6 uitleggen? Kunstwerk duidelijk te maken dat veranderingen zijn voor Brabantwater richting 2016. Ja. En dan verbeeldt de donderwolk eigenlijk alle problemen die wij op ons af zien komen. De druppels, dat zijn dan dus die problemen die op ons neerkomen. En die WhatsApp, dat is eigenlijk dan die pack-up, moet ik zeggen. Dus die, dat is dan het personeel. Die probeert op een gegeven moment de problemen weg te nemen. En als het dan uiteindelijk door de trechter valt, dan komt het via een weerwaar van wegen toch eigenlijk naar, is het de bedoeling dat we dat het, door de dingen dat wij het licht zien. En dat, naar een kleine. Van geen PI's naar heel veel PI's. Van veel medewerkers naar wat minder medewerkers. Van een beetje kwaliteit naar heel veel kwaliteit. Van 4 secties naar 3 secties. Van een beetje kennis naar heel veel kennis. Van 2013 naar 2016. Van weinig salieren. Van 2016 naar de toekomst. Van klein denken naar groot denken. Van beetje zijn naar slim een beetje zijn. Van samenwerken naar samen sterk. Van kosten naar nieuwe kansen. Van ondergeorganiseerd naar efficiënt. Van verschillende gezichten naar één gezicht. Van een starre organisatie naar een flexibele organisatie. Van verleden naar toekomst, van grondwater naar druppel, van moeilijk doen, van een gelaagde structuur naar een platte organisatie, van weinig niveauverschil naar 4 etages. Ik ben ontzettend, oh wacht, de foto's van groep 7. Ik ben ontzettend blij verrast door de mooie presentaties en de manier zoals jullie toekomstbeeld tot uitdrukking hebben gebracht. Alle opmerkingen, alle aantekeningen neem ik mee. Ik ga het samenvatten en daar komen we uiteraard op terug. Waar willen we met deze heen? Ja, die moet... kijk, net, kijk wat je hier aan ruimte boven hebt, dan moet je daar hieronder. Hieronder. Oké, okay, ja. Ja, nou, daar hebben we hier. En dan deze een beetje zo. Ja, ik denk dat nou deze een beetje ruimte. En dan kan er weer meer. Ik heb laatst veel met de zon. Ik zou deze 2016 de tijd om in elkaar te klussen. Ja, maar soms. Nee, dat is ook niet. Eentje wel in de avond, smiley. En dan doen we.